Hey blauwtjes, vandaag voor jullie de 20 euro make-up challenge. Ik weet, ik ben laat, heel veel YouTubers hebben hem al gedaan, maar ik wou hem vandaag doen. Normaal gezien ga je voor deze challenge speciaal naar de winkel om producten te kopen, niet boven de 20 euro. Maar ik heb mijn hele make-up stash doorzocht, heb de prijzen terug opgezocht op internet, heb mijn shoplogs bekeken waar ik de prijzen benoem, tot ik aan 20 euro zit. Ik heb zo lang gezocht tot ik precies 20 euro heb en het was lastig, echt. Nu merk ik pas hoe duur alles is. Want de meeste 20 euro challenges hebben de meeste 19 euro nog wat. En ik heb zo lang gezocht dat ik precies op 20 euro uitkwam. Ja, alles was echt heel duur. Ik heb zelfs geen foundation kunnen gebruiken. Omdat mijn foundations, wat ik in mijn stash heb, te duur zijn. Maar ja, ik zeg je, je kan ook naar de winkel gaan en goedkope foundation kopen van Essence. Wat heel goed zijn. Maar ja, uit mijn make-up stash waren ze te duur. Kwasten moet je ook meetellen, dus dat heb ik ook niet kunnen gebruiken. Dus ik ga als blushkwast mijn speelgoedkwasten gebruiken, omdat ja, mijn andere kwasten ook te duur waren en dan was het boven de 20 euro. En het is de 20 euro challenge, dus ik mag er niet boven gaan. Laten we beginnen. Als foundation ga ik de poeder van de Yuppie gebruiken. Die kan je niet in de winkel kopen, die was dus bij Tijdschrift en kostte 2 euro. Ik heb de prijs trouwens hier opgeschreven met de producten erbij, kan je het natellen. En dat ga ik dus gebruiken als foundation om mijn gezicht mooi bruin te maken. Vergeet je nek niet. Zo. Dan de gel mascara van Essence. En die kostte 1,79 euro. Aan het einde van de video zal ik zeggen wat ik van elk product vond. Dan ga ik ze kammen met het Essence Eyebrow Designer 02 Brown. Dus een kammetje met een potlood om het bij te tekenen, maar dat doe ik niet. En die kwam 1,45 euro. Dan de concealer van Essence Stay Natural Concealer Stick. En die kostte 1,99 euro en die dient om je wallen weg te werken, of puistjes als je daar last van hebt. En dat wrijf ik uit met mijn vinger. Ik heb iets te veel genomen, is niet erg. Oepsie, dopje gevallen. Zo. Dan de oogschaduwbasis van Catrice, de Mate to Stay Highlighter Pen en die kostte 3,89 euro. Die was best wel duur, maar dat zijn wel ook goedkopere oogschaduwbasis. Toch ook van Essence en zo. En als je deze challenge ook doet en je doet het echt vanuit je make-up stash, en je hebt alleen maar dure producten, ja, dan kan je die challenge natuurlijk niet doen. Dan moet je echt speciaal naar de winkel gaan. Maar ik ben nog jong, dus het is niet zo dat ik al producten heb van Dior en Chanel. Dus ik kon deze challenge perfect doen met mijn make-up stash. Omdat mijn producten bijna allemaal van de Kruidvat komen. Dan de oogschaduw ga ik voor het Max Baked Eyeshadow Palette. Nummer 431 Venus. En dit palet komt van de Action. En die kostte 1,29 euro. Die kan ik niet met een oogschaduwkwast aanbrengen. Dus ik moet het doen met de sponsapplicator wat erin zit. Wat ik ga doen is deze roze kleur over mijn hele ooglid aanbrengen. Ik ga gewoon een simpele look maken. Even de spiegel wat dichterbij zetten. Dan zie ik het beter. En die breng ik gewoon aan tot aan de arcadeboog. Deze oogschaduwbasis van Catrice heeft een glimmend kleurtje. Dus als je hem tot onder je wenkbrauw aanbrengt, kan je hem ook als highlighter gebruiken. Hij is echt heel mooi. En blenden ga ik met mijn vinger doen. Zo. En aan het andere oog hetzelfde natuurlijk.
Het is raar om weer eens met een sponsapplicator te werken, omdat ik normaal altijd met een oogschaduwkwast werk. En ook dat blend ik met mijn vinger. Zo, heel licht. Dan mascara van NYC. En die kostte 3,60 €. Hij heeft ook nog eens een heel groot volume. Zo ziet hij eruit. Ik heb ook eentje van Maybelline, maar die kost iets van 11 €. Dus ja, dat was veel te veel. En het is ook nog eens leuk. Deze is goedkoop en geeft je wimpers echt heel veel volume. Dus dat is wel een voordeel. Het is wel lastig met zo'n dikke kwast om je onderwimpers te doen, want je gaat al snel op je huid komen. Moest je toch zijn uitgeschoten, kan je met een wat staafje dat wegdoen met wat water. Dan de lippen. Ga ik voor een lipgloss van Yuppie. Deze kost ook 2 €. Zo. Dan als laatste de blush. Ga ik voor deze blush van de Bart Smit koffer. De koffer kostte 9 €, maar ik heb de blush ook apart kunnen opzoeken. En die kostte 1,99 €. Zo ziet hij eruit. Hij is paars. Nu breng ik gewoon op de appeltjes van mijn wangen aan. Met dezelfde blushkwast als in het begin. Deze blushes zijn heel fel, dus ik breng ze zeg maar op een drukkende beweging aan. En ook niet te veel. Wrijf ik licht uit met mijn vinger. Voilà, nu is mijn look helemaal klaar. Voor totaal 20 €. Van een totaal van 20 €. Hoe zeg je dat? In totaal voor 20 €. Sorry. Dit is de look close-up. Ik vind hem heel mooi. Ik ga even de camera vasthouden. Dan kunnen jullie het beter zien. De ooglook. Roze. Mascara met heel veel volume. Lippen. Vind ik ook heel mooi. De blush en mijn gezicht in het geheel. En mijn wenkbrauwen. Ik vind het heel mooi. Voor 20 € is het echt geslaagd. Ik zal de producten nog eens even allemaal overlopen en zeggen persoonlijk wat ik er allemaal van vond. De bronzer wat ik als foundation gebruikt heb van de Yuppie is mooi. Mooie dekking, maakt je gezicht mooi bruin. En was mijn perfecte kleur. De speelgoed blush kwast was ook leuk. Ja, fijn om mee te werken. De Essence Gel, ook heel fijn. Maakt je wenkbrauwen goed, laat je wenkbrauwen goed in model zitten. En ja, sorry, ik kom echt niet uit mijn woorden. Het eyebrow designer voor je wenkbrauwen te kammen was ook leuk. Of het potlood iets is, weet ik niet. Kan je altijd uittesten, maar die gebruik ik nooit. Ja, ook heel fijn. De concealer van Essence werkt heel goed tegen wallen. En ook tegen puistjes, want die heb ik al heel lang. En ik heb hem al opnieuw gekocht, dus ja, hij is echt fijn. Dit is de lichtste kleur, 01 Soft Beige. De oogschaduwbasis van Catrice is ook heel fijn. Licht kleurtje, ook perfect als highlighter voor onder de wenkbrauw. Ook heel fijn. Het Action oogschaduwpalet, voordat het van de Action is, vind ik het heel goed. Alleen de sponsapplicator duurt het iets langer met aanbrengen en is het ook iets lastiger. Maar qua pigment heel veel en ja, ik vind het echt mooi. De mascara van NYC met de grote volume vind ik dat je echt ziet dat hij veel volume geeft. Het is echt niet zoals een gewone mascara. Hij is heel fijn. Enige minpunt is irritant voor de onderwimpers. Want je hebt ook speciale mascara's met twee kanten. Eén voor de bovenwimpers en één voor de onderwimpers.
Die kan je ook kopen. Die is misschien iets duurder als je hem van een duurder merk koopt. Maar deze van, van NYC bedoel ik, is heel fijn. De lipgloss van de Yupi. Ook heel mooi. Ik vind hem echt heel goed gepigmenteerd. En de gloss is mooi. Ja, mooi lipglossje. En de paarse blush van de Bart Smit Koffer, ook mooi. Dus ja, zo zie je dat je een full face make-up look kan maken voor maar 20 euro. Ik zeg je, het is lastig, maar het gaat. Ik hoop dat jullie deze challenge leuk vonden en ik zie jullie snel weer. Doei!